is een regenachtige dag. Welkom bij onze nieuwe vlog. Ja, leuk dat jullie allemaal weer kijken naar onze vlog. Ja, wij gaan op vakantie met windkracht 6. 8. Nee, het is echt een herfstachtige dag. Gezellig. Toch? Ja, kaarsjes aan. Op zich wel gezellig, ja. Maar we zijn iets later nu in actie gekomen. Omdat vanochtend stond er echt heel veel wind. We zouden naar gisteren al. Ja, gisteren. Oh ja, ja, dat vergeet ik nu nog. Ja. Volgens mij hadden wij net ook al gevlogd, toch? Of niet? Ja. Ik was iets aan het vertellen, volgens mij. Nou ja, we zaten te vertellen dat we eigenlijk gisteren weggingen. Oh ja. Ja, het is nu vrijdag. We zouden er eigenlijk gisteren al vertrokken zijn. Toen gaf hij zo slecht weer aan. Zelfs de meneer van de caravanstalling, die belde ons de avond ervoor op en die vroeg zo van... gaan jullie nog weg? Nou ja, wisten we zelf ook nog niet helemaal zeker. Wij hadden zoiets van, nou, we wachten wel tot de dag zelf en misschien klaart het in de loop van de middag nog op. Maar die meneer die zei, doe het maar niet. Hij geeft veel te veel wind aan. Ik zou niet de weg op gaan, dus dat hebben we niet gedaan. Nu is het vrijdag. Nou, volgens mij is het weer nog slechter. Nu? Het regent. Ja. En we zitten nu te wachten in de auto. Ja, we zijn nu al bij de stalling. Maar het regent zo hard dat we eventjes wachten totdat het een beetje stopt. Want als wij nu de caravan gaan aankoppelen, zijn we doorweekt. Yes. Dus we zitten hier nog wel eventjes. Dat is een beetje het verhaal. Maar het is echt heel slecht weer. Maar ze zeggen dat het morgen beter wordt. Ik laat het jullie even zien. Regen. Ja, echt. Herfst. Nou ja, we wachten wel eventjes. Toch? Ja. Wij zijn gearriveerd op de Klashorst. Natuurkampeerterrein. We hebben onderweg wel wat strubbelingen gehad. Nou, inderdaad. Met... oranje lampjes, gevarenlampjes en dingen. Maar we zijn er. We hebben een garage gebeld. Uiteindelijk was het niks. Uiteindelijk was het de lamp van de caravan. Nee, het had te maken met de verlichting van de caravan. LED-verlichting of zo, ik weet ook niet. Nog nooit gehad, maar de laatste keer dat we met het ei weggaan, dan krijgen we die melding. Beetje gek. Nou ja. Nou ja. In ieder geval, we zijn er. En ik laat even ons uitzicht zien. Hier is een weiland met koeien, er is een huisje dichtbij en hier staat het ei, hier is alles leeg. Nou, er staat een camper recht voor ons en daar in de verte zien jullie nog een tentje. Echte kampeerders zijn dat. Nou, wij gaan uitladen. Wij hebben trouwens wel gewisseld van plek, wij stonden eerst daarbij het sanitair gebouw. Ja, wij stonden eerst daar op het hoekje. Ja. Maar ja, ik weet niet, dit was een leuke plekje of zo. Nou ja, er is toch bijna niemand, dus... Daarom, kom makkelijk. Dus nu is het deze plek geworden. Nou, wij gaan uitladen. Ja. Ze doet het liever in één keer als 10 keer heen en weer. Nou, dan is dit het resultaat, dat je een ongeluk sjouwt. Ja? Niet normaal dit. Het is niet zwaar hoor. Nee, het is niet zwaar. Het is helemaal niet zwaar. Kom je daar bij? Oh. Ik zet even maar even op het plankje dan. Nou, zijn er nog geen 5 minuten. Te grote schoenen. Ja, eigenlijk te groot voor hier. En het is nu al 1,5. Blubber. Blubber. Oké. Okay. Wat is dit dan? Ja, sorry. Die heb ik meegenomen. Melk opschuimen van thuis. Ja. Ik ben eigenlijk een beetje tegen luxe kamperen. Want dan denk ik, als je kampeert, kampeer je. Ja. Nou ja, nu zitten we al in een caravan. Nou, het feit dat wij nu kamperen, het is herfst. Dat vind ik al heel wat. Dus ik dacht, ter compensatie van, neem ik nu de melk opschuimen mee. Okay. Nou, en ik had echt zoiets van, als je kampeert moet je back to basic. Nou is dit niet heel basic, maar ja, nou ja, geen melk op schuimer. Dat vond jij ook. Nou ja, ik vond gewoon de laatste keer ermee weg met onze caravan, dacht ik van, nu mogen we gewoon ook een keer met de melk op schuimer.
Mogen we een keer meenemen. Oké, okay. En nu ben ik de cappuccino sprinkles vergeten. Ja. Sorry. Ja. Maar de volgende keer mag jij iets meenemen waarvan jij echt zegt van, nou, hè? Nou. Koffiezetapparaat. Koffiezetapparaat erbij. Met maar weet je wat dan een nadeel is? We hebben één stekker hier, stopcontact hier. Ja. Ja, dat is waar. Maak ik hier een rek met al mijn smaakjes koffie? Ja, we hebben cups, een espresso. Ik bedoel, hoe snel wil je koffie hebben? Ja. Heerlijk. Oké, nou, die gaat de volgende keer mee. We houden het hierbij. Nou, weet ik niet. Jawel, nee, ik vind dat we het hierbij moeten houden, want het gaat steeds een stapje verder. Ik ga koffie drinken. Gaat steeds weer een stapje verder. Nee. Hij is mijn mobiel. Volgende keer koffiezetapparaat mee. Doei. We gaan Remy cuppen. Doe je mee? Ja. We krijgen buren nu. We krijgen ook buren. En dat is een kip shelter. Kun je het zien door het ruitje hier? Een kip shelter. En hebben wij tussen getwijfeld om aan te schaffen. Ja. En we zijn toch heel erg verliefd geworden op de tap. Ja, nog steeds wel een goede keus voor ons, denk zeker, ik. Ja. Als ik hem nu zo vergelijk, vind ik het echt een hartstikke leuke caravan. Maar ik vind nog steeds dat wij de juiste keuze hebben gemaakt. Ja, ja, ik ook. Gelukkig maar, hè? Ja. Stel je voor dat je nu echt gedacht van... Ik had liever een shelter gehad. Ja, dan had je het mee. Maar heel leuk ook. Het is een groene met een zwarte onderkant. Superleuk. Echt. Ja. Worden onze nieuwe buren. En ik zei ook net tegen Nel, tegen jou. Ik zeg, je ziet ook wel de mensen met de allerkleinste caravans. Die blijven het langste kamperen. Ja. Het zijn meestal, wat nu nog op de camping staat, of campers. Of een kip shelter compact. Of bijvoorbeeld een eriba, zo'n heel klein eribaatje. En wij dan. Tap, ja, dat zie je niet heel vaak. Maar voor de rest zie je niet meer van die grote caravans. Nee, dat klopt. Die staan allemaal in de stalling. Ja, inderdaad. Dat vind ik ook wel grappig. Maar ook nog mensen in een tent, hè? Die echt... Ja. Nou, die zijn wel heel stoer. Ja. Kijk. Hallo. Nou, we gaan Rummy cuppen. Niks. Je kunt hier trouwens ook zo'n houtkacheltje huren. Ja, gaan we ook doen. We gaan in die sauna. Dat is wel leuk. Die kun je dan zo naast je caravan zetten. Lekker buiten zitten. Ja, gaan we doen. Nou, we zijn hier een kwartier. We hebben een kopje koffie gedronken, even gerummycupt en we komen erachter dat we de helft zijn vergeten. En weet je waardoor dat komt? Dat komt omdat we met z'n tweeën de boodschappen hebben ingeladen. Dan zou je juist denken dat het... Dan gaat het mis. Nee, maar dan zou je juist denken dat je alles mee hebt genomen. Nou, niet dus. Dus, we gaan naar de Albert Heijn. Let's go. Hier. Alsjeblieft. Oh. Wij zijn op een andere camping. Paradijs. Ja, wij zijn op de kleine Belties. Daar heb je dus een snackbar. En daar gaan we lekker even patat kopen. Nemen we mee naar de caravan. Maar het is hier wel een beetje kinderparadijzerig. Ja, kijk hier. Daar is het zwembad. Kan je ook voor het raam kijken. Ik krijg hier wel echt een vakantiegevoel van. Nou, echt heel fijn. Ja. Zwembad. Leuk. Voor 5 minuten. Nou, echt, als je kinderen hebt, is dit misschien wel leuk. Ja, tuurlijk. Lekker zo met het zwembad. Ja. Het is een klein zwembadje, maar ja. Kleine Belties aanrader. Is... Kijk, wij zoeken natuurlijk altijd campings uit waar... Geen kinderen. Zo min mogelijk voorzieningen zijn. Ja. Faciliteiten. Ja. Ja. Dit is overal van voorzien. Ja. Zwembad, restaurant. IJsjes kan je hier kopen. Ja, dit is leuk. Biljarten kan je daar. Ja. Wat hebben we gekocht? Druiven. Even in de koeling. Oh ja, deze. Kruidnoten bastonje.
Heerlijk. Een kruid, of een kruidenbal, een boter. Een yoghurt. Al, wil je het aanpakken? Ja. Dan weet ik niet wat het verschil is met deze, maar dat is ook kruidnoten. Een banaan. Thee, want dat waren we dus vergeten. Een wijntje. Een krentenbroodje. Eierkoek. Parkietenvoer. Ik weet niet wie dat gaat eten. Nou, dat was het. Wat valt daar? Geen idee. Lekker. Nou, Aal, die heeft een broek aangedaan. Oh. Dit lukt helemaal niet met één hand. En die krijgt ze gewoon... Ja, dit noemen ze skinny broeken. Niet meer uit. Ja, lukt het? Ja, het lukt. Ja? Oké. Okay. Foei. Nou, we hebben even een late night plasje. Dat gaan we doen. Hier is de caravan, maar dat zien jullie helemaal niet. Kijk maar, ja. Oh ja. We zien ze het wel. Ja, ja, daar is de caravan. Kijk, maar dit vind ik nou zo leuk aan kamperen in de herfst. Kijk, dit, je ziet wolkjes. Wolkjes, ja. En het is een beetje koud en je ziet ook nog mensen met een vuurtje. Ja. Met zo'n vuurschaal, is ook leuk. Gaan wij morgen ook even doen. Ja. En die geur. Er is een andere geur. Ja. Ja, dat klopt. En ik vind het ook leuk dat als je dus naar buiten gaat, ja, zoals nu, ja, dat je dan even het zoeklicht mee moet nemen. Ja. Dat vind ik ook leuk. Heb jij mijn fles? Nee. Oh ja. Oh. Nou, gaan we weer. Nou, gaan we terug. Dit vind ik ook niet leuk. Even wachten. Daarvoor gingen we eigenlijk naar buiten toe. Ja, ik ging even een plasje... Of, ik zou even een plasje doen, buiten. Wat vies. Een plasje. Een plasje. Even een plasje doen. Nou. Heb jij mijn ook? Jouw plasje? Nou, oké. Okay. We hebben alles. Ja, kijk, maar uit. We moeten een beetje naar rechts. Nee, dit werkt niet. Oh, nee. Nee, maar niet. Kuiltje, hobbeltje. We moeten een zoeklicht even deze kant op. Ja, daar gaat ze. Doei. Is dit het toiletgebouw? Ja, weet ik niet. Waarom is het daar zo donker? Oh. Ja, dit is het toiletgebouw. Oké, doen we even de sanitaire check. Ja. Ja, film maar. Schoon? Schoon. Ja, nou, dat is goedgekeurd. Ja. Ja. Weet je wat ik heb gelezen op de site? Dat is misschien wel leuk. Die wc's, die komen uit... Even. Verzeil. Nou, weet je wat ik gelezen heb op de site? Nee. Die wc's, die komen uit... gevangenis. Oh? Ik weet zo even niet meer welke gevangenis. Het lijkt me ook net alsof jij uit de gevangenis komt. Ja. En deze deuren. Ja. Die komen uit innovatiehuis. Heb ik gelezen. Oké, grappig. Nou. Dus. Nou. Wat gingen wij hier doen? Oh ja, plassen. Nou, plassen. Het is 11:30. 's Avonds. En we spelen liggend Remiekup. Ja. Gaat het goed? Ga je Volgens winnen? Mij wel. Ja? Ga je winnen? Nou, dat denk ik niet, want jij wint altijd. Oké, nou, we zullen het zien. Jij bent.
Er is zojuist een wonder geschied. Je mag het gerust een wonder noemen, want ik win echt nooit. Gewoon nooit. En ik heb nu gewonnen. Nu win je liggend. Voilà. Liggend. Ja, ik denk dat het... ik moet gaan liggen. Ja. Dat is mijn tactiek tot nu toe. Of vanaf nu. Ja. Okay. Maar het is ook al laat en... ik weet dat Nelly haar concentratieniveau, dat daalt dan een beetje. Oh, en daarom dacht je, ik ga nu rond dit tijdstip... Nee, dat was jouw idee. Oh ja. Dat was niet mijn idee, want mijn plan was om naar bed te gaan. Maar Nelly wilde nog een spelletje Rummy Cup. Nou ja. Dat is ook het enige spelletje wat we mee Dit is hebben. Een gevolg. Slingers, voor jou. Waarom zit je met de closetrol? Slingers, omdat je hebt gewonnen. Nou ja, we gaan nu wel naar bed toe. We hebben trouwens inderdaad geen spelletjes meegenomen. Alleen Rummy Cup. Maar dat lag nog in de caravan. Dat is een beetje jammer. We gaan morgen even een nieuw spelletje kopen. Ja. Ja, goed. Nu eerst lekker naar bed toe.